wat mooi, mooi spannend nou, hè? Je merkt het, hè? Hij moet snel naar beneden, dus dat kan via twee wegen, de trap of de lift. En aangezien de lift een stukje sneller is, sta ik hier ondertussen al een minuut of vijf de liftdeur open te houden. Maar ja, dat weet je nooit. Daar gaan we, de lift in. Hoe laat is het nu? 9:15. Eén goed ding, morgen heb ik het rustig. Ja. Kribbels, 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 kribbels. Spannend. Hey, dank je. Gefeliciteerd met je baan. Zeker, ik heb er zin in. Ja, dat is graag. Oké. Gaan we open. Ja, go, 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 go. Hasse! Ik wil even weten wanneer je wat aan wil hebben. Wil je per chapter wisselen? Ja, maar dat gaat niet helemaal. Want ik moet terug te doven in de DJ. Dan moet ik steeds een shirt gaan hebben. Ja. We're coming straight from Lebanon, all the way. Yeah, we came from Lebanon, all the way long. 6 hours flight, all the way. Just for Tiesto. See Tiesto. Just for Tiesto. Tiesto! Tiesto is the best in the world. Tiesto really, is the really. Best in the world, definitely. There is no one better. We came here only from because of him from the Czech Republic. Die mensen, ja, die hebben gewoon een, heb ik toch een speciale band mee. Omdat die, ja, die kennen we gewoon door en door. En die zijn er ook, ja, ook in Duitsland of in België of in Engeland. En ja, die zijn er eigenlijk gewoon altijd. En de hele wereld die houdt van Tiesto. Gewoon omdat hij super coole muziek heeft. En dat hij gewoon iedereen helemaal los weet te krijgen. Steady, hè? Gespannen, niet zenuwachtig. Dat is verschil, hè? Als jij een feed hebt vanuit die 3D-studio, als je die hebt, wat komt er bij de kwart voor? Ik ga eens even kijken. Wil je niet even sleutel? Ja, wat dan? Ik weet het. Plakkantjes. Vaak is het toilet het enige plekje waar ik helemaal alleen kan zijn zonder dat iemand naar me kijkt, iemand die me ziet. En toen was ik mijn hand en ik keek in de spiegel en dan, ja, dan keek ik naar mezelf en ik zoiets van, weet je, we gaan ervoor en we gaan er gewoon helemaal voor. En toen voelde ik wel van, nou, dit wordt een mooie avond, weet je, dat is belangrijk. The magic hands are washed. Ik was echt opgewonden ook van, ja, ik wou gewoon aan de slag, weet je. Ik voelde mezelf gewoon, ja, weet je, een paard wat in de startblokken staat om uit dat hok geschoten te worden.
En toen voelde ik dat en ja, iedereen was nog zo rustig. En, ja, ik wou gewoon weg uit dat kleedhok daar, met die TL-buizen. Ik wou gewoon klaar gaan staan en ik was er helemaal klaar voor. Ik had zoiets van, we kunnen gaan, dus let's go. Ben je klaar, Twiske, of niet? Hey, ik ben klaar. Nou, dan zullen we gaan. Looking very good. Ja? Looking sharp. Ready? Ja. Je schep uit, wat is het? Ik ben erg benieuwd. Het is wel aardig druk. Ja. Mooi dat het geluid. Ja. Wie is aangehouden? De politie. Wie blijft hier voor de deur? Wilfried Utrecht, de rustig. Ladies and gentlemen. Vijf uur, toen draaide ik Adagio over Strings. Dus toen had ik zelf wel een heel emotioneel moment, want toen voelde ik gewoon ook dat moment van wat er allemaal is gebeurd de afgelopen jaren ook vooral. En wat ik allemaal heb meegemaakt en dat is zo'n, toen was ik wel heel erg ontroerd eigenlijk. Voor mij was dit gewoon de mooiste avond uit mijn DJ-carrière.